BTC Direct Custody, stop ermee. Dit is wat je moet doen. Hoi, ik ben Elke van Online Vibes. Als je een account hebt bij BTC Direct, dan heb je gisteren een mailtje ontvangen. Ze gaan namelijk met hun custody platform stoppen, maar geen paniek. Er zijn enkele dingen die je kan doen, zodat je je geld niet kwijt bent. Moeten alle BTC Direct gebruikers hiervoor iets doen? Nee, BTC Direct heeft twee platformen. Het oude platform, het classic platform. En daar ga je crypto's mee kopen en je vult daar je walletadres op. En bij aanschaf van je crypto's wordt dat bedrag rechtstreeks naar je wallet verstuurd. Dat is het oudste platform en dat blijft ook bestaan. Dus heb je daar een account, moet je niks doen. Heb je je recenter aangemeld bij het custody platform, dan moet je wel actie ondernemen. Bij die account worden je crypto's bewaard bij BTC Direct. Dus dan heb je geen aparte wallet nodig waar je het heen kan versturen en wordt het daarop bewaard. Ik heb daar ook een aparte video over opgenomen. Nu, dat stuk, dat gaat ermee stoppen. Ze zijn oorspronkelijk dat platform gestart om het makkelijker te maken, omdat ja, niet iedereen goed weet hoe je met een eigen wallet je crypto daarop kan zetten. Dus daar zijn ze vorig jaar mee gestart, maar nu die twee verschillende platformen, die zorgden voor ontzettend veel verwarring. Wat kan nu wel, wat kan nu niet, met welke platform, welke coins zijn er beschikbaar. En daarom hebben ze besloten ermee te stoppen. Nu, ze hebben een alternatief, want de Blocks app die is ook van hen. Hoe de Blocks app werkt, dat zie je in een andere video. Vanaf nu kan je dus geen account meer aanmaken op het BTC Direct custody platform. Dus dat kan niet meer, maar als je al een account hebt, dan kan je voorlopig nog wel eventjes daarmee handelen. Dat handelen heeft niet echt de bedoeling om nu volop te gaan investeren, maar eerder om wat je hebt te gaan verkopen. Ik zal zo meteen zeggen wat ik zelf gedaan heb, maar dat is dus de volgende stap. Had je al een account, dan kan je nu gaan verkopen. Tot 14 december heb je de tijd om ja, al je geld op te nemen. Nu, doe je dat niet, dan ben je je geld nog niet kwijt. Want al het geld wat er dan op staat, wordt automatisch uitgekeerd naar de rekening die geverifieerd is via het platform. Ik zou daar zelf niet op wachten en ja, je eigen centen alvast opnemen. Ik heb dat gisteren al gedaan. Ging heel simpel. Ze willen er natuurlijk voor zorgen dat je dat kan blijven gebruiken en dat je overstapt naar Blocks. Nu, heb je daar al een account met hetzelfde e-mailadres of ga je daar een account aanmaken met hetzelfde e-mailadres, dan betaal je ook tot 10 november geen handelskosten. Dus de bedoeling is dat je je geld af gaat halen van een BTC Direct custody platform, dat je het op je rekening laat uitstorten en dat je dan dat geld neemt, het in de Blocks app zet en daarvoor hoef je dus niet nog eens twee keer kosten op te betalen, omdat het hun beslissing is van het systeem stop te zetten. Dus tot 10 november kan je dat zonder handelskosten doen. Wat heb ik nu zelf gedaan? De eerste stap is de crypto's die ik erop had, die heb ik verkocht. Dus ik heb geklikt op de knop All In, dus dan heb je het volledige bedrag van je crypto's en dat heb ik verkocht. Dat geld is omgezet in euro's en zal in euro's op je account verschijnen. Dus bij mij, dat bedrag kwam bij mijn euro's te staan nadat ik het verkocht had. Die euro's die kan je vervolgens opnemen naar je rekeningnummer. Heel simpel, je ziet je euro's staan, je zegt ik wil dat bedrag opnemen en je gaat ermee akkoord. Vandaag, dagje later, staat het geld ook effectief op mijn rekening. En dan voor de volgende stap heb je de keuze. Ofwel ja, hou je gewoon het geld om dingen mee te doen. Laat je het op je rekening staan. Ofwel zeg je, we volgen het advies van BTC Direct en ik stort het in de Blocks app. En dan betaal je nu geen handelskosten om diezelfde crypto's daarop aan te schaffen. Wat je ook zou kunnen doen is een account openen op het Favo. Of als je al een account hebt die gebruiken. Het geld daarop zetten en daar je crypto's mee kopen. Moet je wel eventjes checken of de crypto's die je had op BTC Direct, dat die ook in Bitfavo staan. Waarom zou je dat doen? Omdat de handelskosten op Bitfavo lager zijn. Nu, bij Blocks heb je tot de 10e, als je met dezelfde account aanmeldt,
geen handelskosten, maar daarna betaal je uiteraard wel handelskosten. Bij Bitfavo betaal je nu dan wel handelskosten, als je al een account had. Maar ja, op lange termijn, als je nog met dat bedrag gaat handelen, ben je goedkoper uit in handelskosten. Heb je nog geen account bij Bitfavo en wil je die wel, dan kan je via mijn affiliate link gaan. En dan heb je de eerste 7 dagen ook geen handelskosten. Dus dan kan je op die manier ook je investering overzetten. Welke van deze opties ga jij kiezen? Ik heb het bedrag overgeschreven naar mijn rekening. Het ging om een klein bedrag, want dat was ook een test voor het maken van een video over hoe het systeem allemaal werkte. Maar heb je een groter bedrag, ja, dan ga je het waarschijnlijk verder willen investeren. Dus ik ben heel benieuwd wat jij ermee gaat doen. Laat het me zeker weten. Heb je nog vragen? Zet het allemaal in de reacties. Bedankt om te kijken en ik hoop je weer te zien in die volgende video's. Bye!